Leuk dat je kijkt. Dit is mijn eerste vlog. Mijn naam is Mandy, 26 jaar. Ik kom uit Arnhem en binnenkort verhuis ik naar Tiel. Dus dan woon ik een stuk dichter bij de sportschool. Hoe ben ik nou bij deze sportschool gekomen? Nou, mijn vriend die woont in Zaltbommel. En hij heeft mij 3 dagen toen een keer meegenomen. En toen was ik eigenlijk wel verkocht van de sportschool. Zal gaan vloggen. Dan mag je een jaar lang gratis sporten. Dus dat is wat ik ga doen dit komende jaar. Ik zal wat foto's maken, video's. En dan 1 keer per maand zal ik een vlogvideo maken. Die Fitnessclub Nederland in elkaar gaat zetten. Staak er goed op! Zekers! Nu bijna 8 uur en dit is hoe de sportschool er op maandagochtend uitziet. Ons mooie buitenterras wat binnenkort weer open gaat. Lekker muziekje. En allemaal mooie apparatuur om mee te sporten. Toiletten. Hier kun je lekker zonnen. De hardloopband, wie kent me niet? Hier begin ik meestal mijn opwarming mee. Hier meld je aan. Mijn code. Of je logt in als gast. Dan kom je bij dit scherm. Hier kun je zelf kiezen wat je gaat doen. En je kiest meestal voor training. Vetverbranding. Deze keer doen we 10 minuutjes. Mijn gewicht 60 kilo. En hier start je gewoon met de basis. Je kunt altijd nog omhoog gaan met of deze of met deze. Het is het scherm. Hier kun je van alles en nog wat doen. Ik kies meestal voor Netflix. Lekker inloggen, lekker serie kijken. En de rest spreekt voor zichzelf. En je kunt ook heel makkelijk je koptelefoon of je oortjes inpluggen. Hier heb je lekker airco. Niet onbelangrijk. En een mooi uitzicht. Het is maandagochtend, bijna 9 uur. En van 9 tot 10 is de balance dag in deze mooie zaal. En ik ben benieuwd, het is de eerste keer dat ik deze les mee ga doen. Vandaag ben ik bij de sportschool Fitnessclub Zaltbommel en ga ik bij Madeleine een balance groepsles volgen. Kun je daar misschien iets over vertellen? Ja, gezellig dat je mee te doen. Ja, zeker kan ik iets over vertellen. Het is eigenlijk voor jong en oud en iedereen kan meedoen, op alle niveaus. We beginnen eerst met opwarmen van het lichaam. Een stukje voordoen, bijvoorbeeld een oefening langzaam begint opwarmen. Dan gaan we naar zonnegroetjes. Dat zal ik ook even voordoen. Dan strekken we het lichaam uit en dan buigen we de knieën. Dat is een gedeelte ervan, dus dat voor de achteren. Dan hebben we kracht in de benen.
We doen veel oefeningen voor de benen, kracht, bijvoorbeeld een warrior, baby body. We hebben balans, wat heel belangrijk is, als je ouder wordt, balans eventueel op de tenen, allerlei balansoefeningen. De tree pose, daar zit al een moment in. Het is wel een mooi balans, als je het meer oefent, ja, dan lukt het gewoon. In het begin lukt het vaak niet, maar dan we hebben buikspieroefeningen, voor de rug, oefeningen voor de rug. We hebben de hamstring stretch, been rekken en strekken. Er zit eigenlijk heel veel in. Ja. En het is aan de ene kant best zwaar. Je kunt het steeds zwaarder maken. Zeg maar, als je het beter kunt, dan kun je het steeds weer zwaarder maken. Dus, ja. En ik hoop, is het voor iedereen te volgen? Ja, het is voor iedereen te volgen. Je doet op je eigen niveau mee. Ik geef opties aan. En doen er ook mannen mee? Of is het echt een vrouwenles? Hier nog, maar normaal doen er ook mannen mee. Ja. Hier het is het nog niet iedereen. Lukt, maar misschien wel, komt nog wel. Ja. En dit is een uur vol balans. Ja. En het laatste stukje is meditatie en ontspanning. Okay. Dus dan even lekker loslaten alles. Ja, nou superleuk. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Gaan we straks zien. Ja. Span je schouders. Vandaag ga ik beginnen met squatten. Ik doe dat niet met heel veel gewicht, omdat ik een paar jaar geleden mijn hamstring gescheurd heb gehad. Dus dan kun je beter gewoon goed gewicht doen dan te zwaar. Ik weet zeker dat ik meer kan, maar dat doe ik niet in het geval dat het weer zeer gaat doen. Dus vandaar zo weinig gewicht.